De Heere dienen, dat is een kwestie van alle terreinen van het leven. Het is niet zo, ja, er zijn een paar terreinen van het leven, daar hou ik God buiten. Heb jij dan God overal bij nodig? Vroeg een zwager en zijn schoonzus. Met z'n vieren gingen ze op vakantie. Ik heb hem overal bij nodig, zei ze. En dat is voor die zwager het middel geworden. Ik heb hem echt overal bij nodig. Weet je wat dan de zaak is? Dat we de dag beginnen met God en eindigen met God. Al heel praktisch. Ik hoop dat we dat ook echt doen. Beginnen met gebed. En je hoeft geen lang stuk uit de Bijbel te lezen, maar voor je het huis verlaat, dat je toch een gedeelte uit Gods woord hebt gelezen. En als je thuis komt en zeker voor je naar bed gaat, dat je weer een stukje uit de Bijbel leest, eventueel uit een dagboek erbij, en dat overdenkt. Want hoe God gediend moet worden en wie God is, dat staat in de Bijbel. Antwoord op alle vragen geeft het woord van God. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan moet het niet zo zijn, ja, het staat wel in de Bijbel, joh. Er staat zoveel in de Bijbel, joh. Maar we leven in een hele andere tijd. Nee. Het is wel waar, wij leven niet meer onder de oude bedeling. Dan kunnen mensen ook zeggen, ja, maar wij eten toch ook gewoon varkensvlees, joh. En volgens het Oude Testament mag het heel niet. Ja, maar dat is net het punt. Wij leven onder de nieuwe bedeling. Dan moet je wel de Bijbel als geheel lezen. Maar moeten we niet de kant op, daar staat zoveel in de Bijbel. Nee, de Bijbel is de stem van de levende God. Augustinus kon zeggen, de Bijbel is het gezicht van God. Als je wil weten hoe God eruit ziet, moet je de Bijbel lezen. Hoe ziet God eruit? Dat zou ik je niet kunnen vertellen. Dat is een verdrietig antwoord. Hoe beter we thuis zijn in de Bijbel, en dan hebben we uiteraard verstand nodig met goddelijk licht bestraald, hoe beter we ook aan anderen kunnen vertellen, en zo ziet God eruit. En dan is er alleen maar toegang tot God door de Heere Jezus Christus. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Wie echt een christen is, veroordeelt zichzelf en leunt op Christus.